Goedenavond. Hier op het Vermaarden Lyceum hebben wij al decennia lang een sterke muzikale traditie. Talloze talentvolle leerlingen mogen dan één keer per jaar in het Parktheater op de muziekavonden shinen. Dit jaar is alles anders, maar de muzikaliteit is niet te stoppen. Daarom presenteren wij met trots Van Maarland Music Talents. De examenleerlingen hebben hun beste beentje voorgezet om prachtige muziek te maken. Dus, ik zou zeggen, ga er lekker voor zitten, pak er iets lekkers bij en heel veel plezier bij de eerste stream van VMT. Van Maarland Music Talents. En hier hebben we Lotte. Wat ga je spelen voor ons eigenlijk? Vanavond ga ik Ave Maria van Bach spelen op de piano. Maar dit is ook de eerste keer dat ik voor het publiek op piano speel. Dus ik ben best wel zenuwachtig. De eerste keer dat je op piano speelt? Ja, en ik speel normaal gesproken viool. Ik speel nu al 7 jaar viool, maar ik wou toch iets nieuws doen voor de muziekavond. Gewoon dat ik meerdere kanten van mezelf kan laten zien. En waarom dat nummer, Ave Maria? Het heeft toch wel een speciale betekenis voor mij, want mijn moeder heeft het gespeeld op een begrafenis. En dus er zit wel veel emotionele waarde aan. En ik vond het wel gewoon mooi, lied. Ik ben heel benieuwd. En hier hebben we Merel. Welk nummer ga jij spelen? Ik ga Neverland spelen uit Finding Neverland the Musical. Ik hou echt super erg van musicals, dus vandaar dat ik dat nummer heb gekozen. En welk muziekinstrument speel je dan? Ik speel eigenlijk viool en ik heb zangles. Maar ik heb bij dit nummer heb ik gekozen om gitaar te spelen. Ik heb een gitaar gekregen afgelopen kerst. En ik vind het heel erg leuk om dat te proberen en het gaat best wel goed, dus ik heb dat gekozen.
En de viool, ik had er eigenlijk nog een vioolpartij bijgeschreven, maar die hebben we er uiteindelijk niet bij gedaan, omdat het super goed klonk met wat we nu spelen. Ik speel namelijk met twee super getalenteerde mensen, namelijk Emma en Camille. En het, ja, het is gewoon super leuk om gewoon met hun dat samen te doen. En daarom was de viool eigenlijk helemaal niet meer nodig. Oké, okay, nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Was frightened if I ever felt alone. I turned to the night sky and a star I call my own. Somewhere I can run to, just across the Milky Way. If you like, I could take you. It's just a light here and a day. We can sail away tonight on a sea of pure moonlight. We can navigate the stars to bring us back home. In a place so far away, we'll be young, that's how we'll stay. Every wish is our command. We will find ourselves in never, never land. Picture a land that you never have seen, where life is eternal and evergreen. A future of happiness all in your hands, all in this place of your dreams. En hier hebben we Mark. En welk nummer ga je spelen? Ik speel een zelfgeschreven nummer. Hij heet Not Never. En ja, ik speel dat op gitaar. En dan heb ik Ian op de drums. En wil je daar nog verder iets over vertellen? Ja, ik heb alles eigenlijk wel een beetje zelf verzonnen. Ja, Ian heeft de drums zelf verzonnen. En ik speel denk ik een jaar nu gitaar. Dus ja, dat was wel cool. Om een keer iets op gitaar zelf te verzinnen. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd. Nou, ik ben benieuwd hoe het gaat. Swim away, no, not never. High.
I'm on the leash for you. Well, honey, I'm afraid that's the least I can do. Cause you wanted me. But every time I wake up, it's more. It's not by day. It's never gonna happen. En hier hebben we Laura. Welk nummer ga jij spelen? Ik ga Dans Rustiek spelen van Squire. En je speelt met je vader, toch? Ja, ik speel met mijn vader. En jij speelt? Ik speel cello. En papa speelt piano. En spelen jullie vaker samen? Ja, eigenlijk al wel sinds ik cello speel, spelen we af en toe samen en zo. Dat is best wel leuk. En sinds wanneer speel je cello dan? Groep 6 of zoiets. Groep 6. Oh, dat is al wel heel lang, ja. Ja, nou ja, voor klassiek is dat niet zo heel lang. Hoor. Ja, nou, ik ben benieuwd. Jee. Thank you.
En hier hebben we Joy. En welk nummer ga jij spelen? Ik ga zelf geschreven nummer ga ik zingen. En het heet Would You Come With Me? En ik heb mijn vrienden op de gitaar en op de basgitaar. En die begeleiden mij. Leuk. Wil je nog iets over het nummer vertellen? Nou, het gaat gewoon deels over mezelf en over de wereld. Maar ja, je hoort het wel vanzelf. Ik ben heel benieuwd. Ja, ja. To space and beyond, I'd already take my ship and wait for your response. Quality time with you. No other people around, just a simple thing we do. To space and beyond, I'd already take my ship while I wait for your response. Would you come? En hier hebben we Kaylee. En je hebt een eigen liedje gemaakt. Mm-hmm. En kan je daar iets over vertellen? Nou, ik had vanaf het begin al een idee van een jongen die een ster ziet. En dan eigenlijk dat hij verliefd wordt op de ster. En dan de ster uit de hemel wil plukken. En daar heb ik eigenlijk gewoon een tekst op geschreven. En ik werk met een muziekprogramma Ableton. Dat is van deze school, is een licentie voorgegeven. En ik heb dat eigenlijk gebruikt om muziek in te spelen. Het lijkt me wel heel ingewikkeld om dat allemaal te doen, of niet? Het valt mee. Ik heb voor mijn verjaardag ook een touchpad gekocht. Dus allemaal van die knopjes waar je op kon drukken. En in Ableton heb je echt honderden geluidsdingetjes die je gewoon erop kan zetten. Dus je kan van alles inspelen wat je wil. Je kan er ook piano op zetten, drums. Dus het is in principe heel makkelijk als je zelf thuis geen instrumenten speelt. Dat je gewoon via een touchpad of via Ableton inspeelt. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Ik ook. Once upon a time, there was a boy. He looked at the sky and found a small joy. What he saw was a little star, shining brightly, yet it was so far away from the boy, but he fell in love, thinking every night about turning into a dove. He'd fly up higher and higher, till he reached the sky, fell down to the ground, and he started to cry. I love you, star, please be mine. She answered, don't worry, it will all be fine. The
boy came up with an idea to visit the star. No longer would it be so far. He started building a spaceship with everything he could find. Soon he would fly off to the star, who had been so kind. Just you wait, he thought. Soon I'll fly high, and I promise you, that is not a lie. And just as he promised, he showed the star he was honest. I love you, star. Please be mine, she answered. Don't worry, it will all be fine. He flew up to the sky and reached the star. He told her, I love you for who you are. She smiled and got closer to the ship. I would love to go on a trip. He took her in and went back home and told her his name, my name is Rome. The couple lived happily at his place. You could always see a smile on his face. I love you, star, please be mine, she answered. Don't worry, it will all be fine. And happiness didn't last long, as the star slowly became less strong. She fell ill as she was absent from the sky. The boy felt so helpless and asked her why. She told him she needed to go back, back to the sky or she would crack. He took a spaceship and let her in. They went to the sky, but she still looked so thin. He let her go with pain in his heart, as he knew they would be forever apart. But he couldn't go back. He stepped outside and it all turned black. I love you, star. Please be mine. She answered, don't worry. It will all be fine. En hier hebben we Maurits. En wat ga je spelen? Ja, ik speel Shallow van Bradley Cooper en Lady Gaga. En ik speel gitaar en Britt die doet de zang. En wil je er nog verder iets over vertellen? Ja, nou, we hadden wel wat moeite met het kiezen van een nummer. En ik was deze aan het spelen tijdens de les. En toen zei Swinkels, wauw, dat is echt een mooi nummer en een van mijn favoriete liedjes. Toen dacht ik, nou, dan gaan we die doen. Ja, dat is wel slim, ja. 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 Something, girl. Are you happy in this modern world, or do you need more? Is there something else you're searching? Oh,
Dit was hem alweer voor vanavond. En er zijn een paar mensen die ik heel graag wil bedanken. Want zonder deze mensen was de Vermaarland Music Talents niet mogelijk geweest. Lotte, Merel, Camille, Emme, Mark, Ian, Laura, Frank, Joy, Kaylee, Maurits, Brit, Simon Bergman, Frans Vermast, Edwin Ploegmaker, Julius Moerdijk, Karijn Willemsen, Anne Swinkels en Martijn Verberne. Dankjewel.